Hallo en welkom bij Studio Stichtse Vecht. Hier naast mij zit Nel Tuithof van de Brokkelweek. Kan je uitleggen wat de Brokkelweek precies is? De Brokkelweek is een week waarin mensen met een verstandelijke beperking en een niet-verstandelijke beperking met elkaar in contact komen. Het is een prikkelende ontmoeting en zijn dat. Ja, dat is nu deze week aan de gang en dat komt ook elk jaar weer terug. Ja, ja. Ik dacht dat het van 2009 was begonnen, maar in ieder geval het is heel wat jaren al aan de gang. Dus, ja, en jij hebt een eigen bedrijf, Bureau Modo, als ik het Bureau goed zeg. Modo, en wat is dat precies voor bedrijf? Dat is een bedrijf, dat zijn leerwerktrajecten, die creëren wij voor mensen die moeilijk meekomen in de maatschappij. Dus. En wat doet u nu precies voor de Brokkelweek vanuit dat bedrijf? Toevallig had ik daar een gesprek in dat gebouw waar mijn ex-collega's zo allemaal met gesprek hadden over de Brokkel. En toen zeiden ze van, joh Nel, kom erbij en dan kunnen we met elkaar. Jouw bureau kan dan meewerken aan de Brokkel. Dus nu zijn we eigenlijk met verschillende partijen bezig om een Brokkel te organiseren op 22 juni. Wel de week na de Brokkelweek, maar dat maakt op zich niet uit. En wat gaan jullie precies doen op 22 juni? Hoe ziet zo'n dag eruit? Wij gaan met mensen uit de wijk, met een verstandelijke beperking en zonder verstandelijke beperking, gaan wij koken. En natuurlijk ook gezamenlijk opeten. En mensen uit de wijk die geen zin hebben om te koken, zijn ook hartelijk welkom om het op te eten. En zo hebben we nog een paar andere dingen. Een spel of in ieder geval gezelligheid met elkaar. Ja, er wordt van alles georganiseerd om het gezellig te maken voor de mensen die langskomen. Ja. En hoe benaderen jullie die mensen? Dus mensen zonder beperking en met beperking? Sowieso ken je heel veel mensen uit de wijk. Want we doen ook echt in onze wijk, zeg maar, in Vleuten. In Vleuten. Ja. En ik heb kerk heb ik benaderd. Ik heb bij de wijk heb ik het neergelegd. Dus bij verschillende organisaties. Gewoon mensen die langsliepen heb ik het allemaal verteld. Ik heb flyers opgehangen. En met mij van andere partijen hebben dat ook zo hun eigen mensen hebben ze geïnformeerd erover. Dus. En waarom is dit nodig, denk je, zo'n dag? Nou, het is heel belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking meer mee gaan doen in de maatschappij. Het is heel moeilijk om mee te doen in de maatschappij. Wij leren ook heel veel van hun. Het is ook heel mooi als jij bijvoorbeeld mensen hebt leren kennen uit je wijk en je komt bij een supermarkt en denk je, joh, ik heb met die persoon nog aan de tafel zitten eten. Dat was gezellig. En dan ga je dan. Het schept ook een band. Het schept een band, ja. Dus je voelt je eigenlijk ook veiliger in je wijk. Omdat je gewoon heel veel bekende mensen dan weer tegenkomt. En dat is ook eigenlijk het idee van een Brokkelweek, dus ieder jaar. Ja, en elkaar leren kennen. En de mogelijkheden ook van elkaar leren kennen, zeg maar. En je kan bijvoorbeeld mensen met een verstandelijk beperking kunnen stage lopen. Bij bijvoorbeeld een winkel of bij een bakker of bij de Tweede Kamer. Of je kan het met een groepje doen. Ja, waar de mensen interesse in hebben, dat kunnen we naar voren brengen. En dan wordt er gekeken, van, nou, waar kan jij dan een stage lopen? Ja. En dat is dan voor een dag, zeg maar, in die week. Ja, jij organiseert dus samen met andere mensen ook die dag? Of hoe moet ik dat precies zien? Ja, met verschillende partijen. Met Willig, met Welzaam, Amenpoort, de kwartiermakers, Reinaarden, Doenja. Ja, want jij bekend, hebt eerder gewerkt bij Reinaar. Ja, ja. En, ja. En kunt u uitleggen wat dat voor bedrijf is? Dat is een organisatie voor mensen met verstandelijke beperking en lichamelijke beperking. Dus heel groot. En die mensen doen dus ook mee vanuit dat bedrijf aan de Brokkelweek, neem ik aan. Of die worden daar ook voor benaderd? Ja, ja. En zijn er ook nog vrijwilligers nodig om te helpen die dag? Of hoe gaat het? Vrijwilligers kan je altijd gebruiken. Ja. Kan je altijd gebruiken. Ja. En hoe bent u van plan om die mensen bijvoorbeeld te benaderen? Om mensen te trekken voor de dag? 22 juli, zeg ik het 22 goed? 22 juli, ja. En hoe delen jullie flyers uit? Of? Ja, en via de media natuurlijk.
Oké. Ik heb ook het adres opgeschreven waar mensen natuurlijk zich kunnen aanmelden als vrijwilliger. Ja. Heel erg bedankt in ieder geval voor het gesprek en om uit te leggen wat de Prokkelweek is. Wilt u dus nu helpen als vrijwilliger op 22 juni, dan kunt u aanmelden via het volgende e-mailadres sandra.willemsen@welzaamutrecht.nl of u kunt natuurlijk op de website kijken www.bureaumodo.nl.